gaat vandaag bijzonder eten gaan worden, dus ik ga maar stappen. Aangekomen op de heuvelrug. En daarvoor is waar ik naartoe ga. Ik dacht net nog dat dat de kool was die het doel was, maar de kool blijkt erachter te liggen. Dat is de bad boy waar het allemaal om te doen is. Het schijnt dat je daar boven redelijk beschut ook nog kan kamperen, dus dat zou een fantastische optie zijn. Die ga ik in ieder geval even uitchecken. Verder is het hier gewoon waanzinnig, helemaal uitgestorven. Ik ben sinds het dorp eigenlijk niemand meer tegengekomen. Zo Ortega, een soort steile passage. Navigeren hier door al de rotsblokken. Geen enkele markering tot nu toe. En dan lopen ook twee figuren die volgens mij een flauw idee hebben welke kant ze op moeten. Daar gaan mij achterna. Tja, de dwaas die de dwaas volgt. Tijd om te relaxen en dadelijk met mijn poot in het koude water te gaan zitten. Een beetje te chillen. En vervolgens even te kijken wat we gaan koken vanavond. Ik
moment is hij zo mooi dat ik maar even besloten heb om te ontbijten op de kool. De hoeniket, de heas. Hele mooie graat. Prachtige wolken die er overheen zeilen. Beneden hoor je de koeien bellen, loeien. Zon die daar doorbreekt. Dat is een enorme steenman. Een soort feniks daar op de achtergrond. Een fantastisch uitzicht. De verschillende bergen. Die wand daar. Ik denk dat dat de Bresse de Roland is, maar zeker ervan ben ik niet. Een mooi stukje niemandsland. Het is twee kollen in. Ik kwam daarna naar het meer. Een soort tussengebied. Heel grappig. Daarboven op dat heuveltje, daar staan al een tijdje een groepje steenbokken. En ik zag net drie van die kopjes boven dat rotje uitkomen. Ontzettend nieuwsgierige beesten. Maar nou. Is blijkbaar de kust veilig en durven ze de afdalingen in te zetten. Ik ben net de poort van de Pyreneeën overgekomen. Dat was gewoon all-out war. Een pad die gewoon recht naar boven tegen de helling was gelegd. Pad, er was helemaal geen pad trouwens. Gewoon stenen en dan omhoog klauteren. Langs een rivier die de kortste weg naar beneden volgde. Dus het was behoorlijk aan de maat. En dan kom je hierboven op die fucking kool. En dan doen ze net alsof deze gabron hier met zijn ezel naar boven is komen wandelen. Dikke Sjaak. En nog lachen ook. Over de hoogste kool geweest van de HRP. Enorm ijzig hier overal. Vandaan.
sta op Collada de Menner. Prachtige kool. Daar kom ik vandaan. Mijn graad. Prachtig uitzicht. Daarmee te pakken. Pic de la Sierra. En uiteindelijk ben ik face-to-face gekomen met de nemesis van vandaag, deze piek. Daar gaat het recht omhoog tegen die flank op. Je ziet daar die paden omhoog zigzaggen. Eens kijken of ik naar de top kan krabbelen. Nou, dan zul je de bad boy hebben. 2921 meter, de piek de Carliet. De koude nacht gehad, vorst. Maar een hele mooie zonsopgang. Allerlei hechten die aan het blaten zijn op de achtergrond. Ik denk dat ik het wereldrecord heb vanaf de Ultra 30. De Carnigo op. Compleet in de mist, regen. Geen uitzicht op de Mediterranean. Maar ik ben blij dat ik deze week over ben. En ik ga zo'n